Gaan we nemen dan? Ja, knetterotjes. Twee euro. Geen geld. En dan dit pakket. Pyrobot. Die kost 7 euro. 6,95. Deze is 9,95. Dus net geen tientje. Doe deze. Kijk hoeveel. 29 pieces. Dat ziet er mooi uit. Dank u, dank u. Wat vinden de kijkers? Laat het even weten in de reacties. Ik ben benieuwd. Vinden jullie het een mooi heksenkringetje geworden of niet? Yo, yo kijkers! En welkom bij de allereerste stookvideo van wie? Ja, ja, van Timothy! En we zijn naar de Action geweest vandaag. Ja, ja, met nog geen 20 euro. En die hebben we uitgegeven aan deze drie vuurwerkpakketjes. Hoe fijn is dat? We gaan ze voor jullie unboxen. En we gaan ze natuurlijk ook gelijk afsteken. Leuk hè? Ik heb ook een vakkokje bij me van rookgranaten, dus ja, die gaan we er ook nog eventjes in gooien. Ja, leuk. Zo, daar gaan we maat. De unboxing van de 29 piesjes. Fireworks Showbag. Let's go. Discofonteintjes. Die zitten erin. Kijk eens. Alba. Zien er goed uit. Voelen zwaar aan, dus... Dat belooft wat, hopelijk. Wat zijn dit dan? Dragon Eggs? Oké, oké. Lauw. Wat zijn dat dan, joh? Dragon Eggs. Oh, die zien er ook wel grappig uit. Ik kan eigenlijk helemaal niet wachten. Ik wil gelijk weten wat die doet, een Dragon Egg. Wat zou een Dragon Egg doen? Lekker bij mijn zuipen. Nou, dat was de Dragon Egg. Ja, kort, maar ja, in het donker is die wel hartstikke leuk, denk ik. Dan gaan we nou naar Crackling Cracker. Oké. Hier heb ik hoge verwachting van. Ja, hier heb ik wel hoge verwachting van. Ik denk dat die Crackling de lucht in gaat spuiten. Ja. Oké. Wat is dit? Powerfontein. Oké. Voelen lichtjes aan. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat ze gaan doen. Nog een keer flauwe fontein. En dit zijn eigenlijk... dit zijn van die fonteintjes, weet je. Ja, dit zijn gewoon fonteintjes. Oh nee, die zitten erin. En dit, volgens mij zijn dit van die vaste fonteintjes. Ja, dit zijn van die vaste fonteintjes. De welbekende 3-seconden fonteinen. Ja. Die er heel spectaculair uitzien, maar ja. Ja, jullie gaan het zo zien. We gaan ze testen. We hebben hier nog 28 crackling wonders. Crackling rotjes. En we hebben de Pyro Robot Box. Die gaan we ook eventjes gelijk unboxen. Die ziet er wel leuk uit, man. Daar zitten 67 dingetjes in. Dus 67 keer lol. Kijk eens, ja leuk man. Oké. Komeet Pulse Passer. Oké. En drie keer Pendulum Protons. Oké. Ja, leuk man. We gaan het gewoon allemaal testen. We kunnen het nou wel uitpakken, maar we gaan het gewoon uitpakken en gelijk afsteken. Ja, toch? Zo, dan gaan we met de Power Fontein. We doen hem gelijk keer vier. So, let's go. Nou, dat gaat niet uit hoor. Oké, die zijn wel lang, man. Oh, nee, doet het nog lang ook, man. Ja, man, die was wel leuk, man. Had ik niet verwacht. Ik zou ze een treetje lager zetten. Even een treetje lager, hè, voor de wind, hè. Ja. Hé, maar deze zijn wel leuk, man. Ja, goeie. Amateur. Ja, amateur, echt hè. Ja, dit is wel leuk man.
hele hoop wind. Oh wacht, misschien moet ik hem wat hoger zetten. Ja, dat kan wel. Wind aansteken. Ja. Jawel, jawel, als je het meerdere tegelijk doet. Ja, leuk. Ja, leuk man. Volgende. Volgende. Flowerfontein. Eentje? Eentje. Stralen. Oké, nice. Oh, dat is wel de knal. Ja, maar dat paars is een gokkik man. Ja, die vond ik wel leuk man. Ja? Die vond ik wel leuk. Wel een beetje skeer één. Ja, vond je hem een beetje skeer? Ja? Ik vond hem wel leuk man. Maar er is op de achtergrond, dat was ja, een echt een kubraakje erbij. Wat gebeurde daar? Nou, ik weet niet. Dat, goed dat ik niet dichterbij was. Het was wel kick, maar het hoorde niet te gebeuren. Voor het weet is je jas weg. Ja. Nylon ding. Oké, we hebben nu disco-fonteins. Proberen we er ook vier tegelijk van... ik denk dat die gaan knetteren, man. Ja, man. Geen honden in de buurt. Geen honden in de buurt. Er net al twee mensen. Ja. Waarom ben je zo langzaam? Disco-fonteintjes. Ja, die zijn leuk. Ja, die zijn leuk. Nou, drie tegelijk. Twee tegelijk. Ah, twee ook goed. Die zijn kikkie, jongen. Bro, ik ben gewoon helemaal doof, hè. Ik zweer, althans niet doof, maar... Ja, lekker man. Dat gevoel in mijn oren is echt super lekker. Yes! Ha, disco-fonteintjes. Deze zijn leuk, man. Hoor dan. Ja, kijk man. Die zijn aan. Die zijn aan, man. Ja, die zijn goed. We hebben hier crackling cracker. Die doen we gewoon even eentje, omdat ik denk dat het gewoon hele goede cracklings zijn. Daar had ik hoge verwachtingen van. Zo, mijn oor tuut helemaal, man. Ja, man. Lekker, hè? Heerlijk. En die geur... Nee. Nou, oké, ze waren wel leuk man. Ik vond ze wel een kick, maar geen knetters helaas. Twee tegelijk. Oké, nice. Hier kan het wel. Kijk man, dit is echt wel lauw als je meer dan tegelijk doet. Spet de oranje. Mooi uitkijken met die dure kleren. Hallo, oh, dan kun je laten zien dat je echt stoker bent, vriend. Kijk mijn gaten. Ja, kijk mijn gaten. Oké, ja, die hebben we al gezien. Die waren niet zo heel bijzonder. De Dragon X. Misschien twee tegelijk wel. Wow. Nee, dat is nee niet. Man, die zijn niks joh. Die zijn de prullenbak nog niet waard. Heksenketel bewaren voor het einde. Voor een heksenketeltje? Ja. Oké. Alles wat een beetje flater doen we in één keer joh. Oké, ja. Anders wordt het een video van drie uur. We hebben nog een disco-fontein gevonden. Hé? Waar komt die nou ineens vandaan? Waar gaat er vijf? Lauw. Dat geeft helemaal niks. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Daar gaat hij. Oh. Daar gaat hij weer. Ja.
die zijn goed. Die zijn echt goed. Oké. Okay. Oh ja, we hebben deze nog. Die, ja, de 3 seconden fonteintjes. Ah, die van net vielen niet tegen dus. Oké. Okay. De Purple Fontein. Daar gaat hij. Ze zijn langer geworden, met 2 seconden zijn ze verlengd dit jaar. We hebben een Magica fontein. En dan hebben we nog een zilverfontein. Dit was het duurste pakket, hè? Dit was het duurste pakket, ja. Juist! Nou, doe hetzelfde als ons, bewaar die voor het laatst. Ja. Dan sluiten we af met een knal. Precies dat, Jopie. Aan mij de eer voor een paar rondjes, hè? Wat zijn het eigenlijk? Crackling Wonders. 28 stuk. Zal ik ze in één keer doen? Ja, natuurlijk. Nee, joh. Nou ja, eerst even eentje gewoon testen. Hoe zien ze eruit? Hoe zien ze eruit? Ja, het is echt een rotje. Nou ja, een beetje een grondbloemachtige vorm. Mag ik hem hierop leggen? Ga je hem daarop leggen, ja? Gaat ie? Nah. Ah, dat is niks, man. Jopie. Hè? Die doen we in één keer. Die doen we in één keer, ja? Inderdaad, man. Gaan we door naar dat andere pakket? Ja. Pyrobot box. Oké. De Cometapools Pseaser. Pseaser. Ja, volgens mij heb je die keer 4 en dan die andere ook keer 4. Protons. Oké, nou, dan hebben we Peter lekker. Zal ik ze hier doen? Ja, toch? Dat is een windaansteker, hè? Dat hoeft niet Jan te worden. Die aansteker is bijna leeg. Ja, dat is een beetje gek, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, wel leuk. Ja, man. Wat hebben we hier? De Brutal Blasters. Wat is dit dan? Oh, dit zijn gewoon pillycrackers. Nou, die kennen we allemaal wel, toch? Oh ja, ja, tuurlijk. Nou, die nee, man. Die kunnen echt doffig, man. Die knallen helemaal niet. Nee, man. Deze zijn heel doffig. Jammer, hè? Dit is wel echt zo'n, ik hou van heel veel aansteken pakketje. He? Hier zitten wel allemaal van die kleine dingetjes in. Daar kun je wel even een uurtje mee vullen, zeg maar. Ja, dat is leuk met kerst. Ja. Ja, dit zijn wel echt, kijk. Leuk voor een heksenkring. Ja, man. Dit lijken wel van die ralenbalrondjes. Ja, die gaan wat sneller dan, maar... Oké, die waren fijn, wel leuk. Klein maar fijn, ja, hè? Klein maar fijn, ja. Ja, die zijn leuk. Ja. 3 stuks, dat is ook zo lekker, hè? Ja, heerlijk ruikt dat, als je dat een jaar niet geroken hebt. Ja, dit is... Oké. Dit ziet er leuk uit. Zal deze flitsen, denk ik? Ja, denk ik wel. Precies in die rood. Ah, lekker toch? Nou, dat deed niks. Wat was het effect van, het effect van deze? He, dat was helemaal niks.
De stunts. Het zijn wel allemaal kleintjes hoor. Ja man. Nou. Ah, hier is hij. De flikker. De flikker. Ja, leuk hè. Hey, rotjes. Hey! Hey, die is wel leuk. Ja. Die is wel leuk. Nog één? Nog één, hoop. Over een jaartje heb je oud en nieuw, hè? Over een jaar? Ja, over een maandje oud en nieuw, ja. Ja, die kwam ergens anders vandaan. Dit is voor kinderen. Dit is kindervuurwerk. Nee, nee, nee. Nee, maar zo braaf, ruim ook netjes alles op en zo. We zijn volwassen die even kind wil zijn. Nee, ja, levensgevaarlijk. Die gasten zijn gestoord, echt. Nee, die vis uit het water, normaal gesproken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, was jij er weer? Was ik er weer? Ja, die vind ik toch wel het leukste, hè? Maar jij hebt ook knetterlintjes. Knetterlintje? Dat is ook onder. Die rook is altijd leuk van een knetterlintje. Doffig man, nee, heel niks. Doffig. Nee. Heel doffig. Jammer hè. Die knetters zijn wel hard hoor. Ja man, veel harder ja. Veel leuker. Dan gaan we een extra kringetje bouwen, Joop. Nou, daar heb ik nog even een verrassing keeper erbij. Kijk eens even, dus kom maar eens even wat dichterbij. Maar hey, tegen niemand zeggen. Nee. Dat is ook kat 1. Dat is ook kat 1, ja. Ik ga de partij rook geven. We gaan ook de partij rook geven. Dat is één ding wat zeker is. We wachten even tot die hond een beetje voorbij is. Misschien kunnen we nog ook even een rookgranaatje doen tussendoor. Je weet hoe het werkt. Ja, dat weten we. Alleen, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè? Het is een beleefd vuurwerk. Ja. Kijk, dat werkt zo. En dan heb je hier de strijkkop. En dan... Mama. Mooi relen. Mooi relen. Zo. Dat stinkt een lucifer. Tijd voor de eindshow. Is die wel een beetje mooi gemaakt? Ja. Nog een keer laat het even weten in de reacties. Hè? Daar gaat ie. Was wel leuk toch? Kom maar. Nou, opruimen. Opruimen die handel. Nou, schoon en wel. Ja, opgeruimd staat netjes. Dat vind ik wel.